Als ik me voorbereid op een belangrijke periode, kijk ik naar drie dingen die superbelangrijk zijn om in vorm te geraken. Dat is, alles begint bij training. Dan moet ik maken dat ik op gewicht sta, dus zo licht mogelijk natuurlijk, tegen wedstrijddag. En je moet ook zo uitgerust mogelijk zijn. Het is eigenlijk een mix van topgetraind en top uitgerust. Zo moet je aan de start van een wedstrijd komen. Het is heel belangrijk voor mij om een goed ritme te hebben in mijn leven. Dus elke dag sta ik op rond 7:30 uur, kom bij op mijn gemakje. Dan ga ik gaan trainen met mijn kameraden. Afhankelijk van het schema, is dat lang of kort, hard of zacht. Dan kom ik thuis, kleine lichte lunch. Even rust, een beetje PlayStation of een serietje kijken. En dan volgt er een klein fitness sessietje van minimum een half uur, maximum een uur en een half. En dan moet ik me klaarstomen voor de wedstrijd. Dat fitnessen, dat is iets dat niet iedereen doet. En ik doe dat hoofdzakelijk omdat koersen is niet alleen maar je benen sterk maken, dat is ook een beetje meer je bovenlichaam. Ik denk als je een zwak bovenlichaam hebt en sterke benen, dan verlies je toch veel efficiëntie. Is er veel krachtverlies van links naar rechts als je zit te schudden op je fiets. Dus dat is voor mij toch heel belangrijk. En het is ook een goede manier om op gewicht te komen. Ik val er heel makkelijk vanaf en ik blijf er sterk van. Dus win-win.